Deze samenvatting is mede mogelijk gemaakt door Brandoil, John en Mina Mode en de Promotion Support Club. Welkom op Sportpark Helbergen. Het is zaterdag 7 april 2012 en vandaag de topper in de eerste klasse D tussen FC Zutphen en SDV Barneveld. Het was voor de technische staf van FC Zutphen puzzelen, want Gijs Wasserveld en Joost Kuiper zijn geschorst. Hans Nijland kampt met een langdurige rugblessure. Jeroen Luikman heeft vorige week een sleutelbeenbreuk opgelopen en Wouter de Haan komt terug van een blessure. En toch staat er een vertrouwd elftal met eveneens goede vervangers op de bank. Voor trainer Dick Schreuder van SDV Barneveld weinig verschuivingen in de opstelling met Marciano Mengelink, voor ons een bekende naam, en de assistent-trainer van FC Twente Alfred Schreuder in de basis. Dick Kooijman en Erik de Kruijf zijn geschorst. Het zal voor de rood-oranje brigade geen gemakkelijke opgave worden vanmiddag. Tegen de koploper en kampioenskandidaat de 3 punten op Sportpark Helbergen binnen te halen. FC Zutphen zit in een behoorlijke dip. Uit de laatste 5 wedstrijden 1 overwinning. En dat is te weinig voor een ambitieuze club als FC Zutphen. Maar ook Barneveld wisselt goede resultaten af met matige. En is een ploeg waar FC Zutphen zich aan op kan trekken. En Gilles Altman is er ook weer bij na lang blessureleed. Hij begint op de bank. En dan de wedstrijd FC Zutphen tegen SDV Barneveld. Goed wegdraaien van Mark Bloemendaal. En hij geeft de bal prima mee op Jim Keuze. Jim Keuze, mannetje passeren. Voorzetje, oh, en die bal die gaat voorlangs. En wordt corner getikt door Karim Lamkapni. Corner van Quincy Tazelaar. Prima corner, doorgekopt door Mark Bloemendaal en een doelpunt van Aldo Joachim. Dat is een goede start voor FC Zutphen. Al in de 2e minuut op een 1-0 voorsprong. Prima doelpunt. Uitstekende corner van Quincy Tazelaar. De bal wordt doorgekopt door Mark Bloemendaal en daar is Aldo Joachim die net voor zijn man komt. Uitstekend doelpunt, Aldo Joachim. En dan SDV Barneveld. Marciano Mengelink kaatst met Richard Haklander. Richard Haklander. Wilco van Os zit er overvan op. En Mark Bloemendaal heeft de bal, maar scheidsrechter Klein Kromhoff heeft al gefloten voor een overtreding van Wilco van Os. Vrije trap, Alfred Schreuder. Prima vrije trap en een kopbal van Richard Haklander. Maar Urme de Meersi zit er goed bij. Wilco van Os, Koen van der Bos, Marciano Mengelink. Oh, en daar schopt Jan Doornbos de bal keihard tegen Koen van der Bos aan. En de toon is al een beetje gezet zo in het begin van de wedstrijd. En scheidsrechter Klein Kromhoff heeft daar een gele kaart voor over. Vrije trap van Wilco van Os. Prima vrije trap, komt bij Aldo Joachim. Aldo Joachim, 2-0. En dat al in de 14e minuut. Schitterend doelpunt. Prima vrije trap overigens van Wilco van Os. Hier de vrije trap van Wilco van Os. Dion Cameron als bliksemafleider en Aldo Joachim vangt de bal heel goed op. En schiet hem voorbij keeper Jeroen van Binsbergen. Prima doelpunt en zelfs Urmen de Meersi helemaal vanuit zijn doel gekomen om Aldo Joachim te feliciteren. Ja, en dat is een behoorlijke tegenvaller voor Dick Schreuder. Die had dat natuurlijk niet zo uitgedacht. Hakim Isafi. Mark Bloemendaal. Mark Bloemendaal op snelheid. Alfred Schreuder voorbij, maar dat is net even jammer. Prima actie van Mark Bloemendaal. Die daar net even Alfred Schreuder poorten. Maar dat lukte net even niet. Gijs van Manen. Marciano Aalders. Marciano Mengelink. En dan Marciano Aalders weer. Gijs van Manen. En die speelt de bal precies in de voeten van Hakim Isafi. Maar op zijn beurt
Precies in de voeten van Alfred Schreuder. En dan kan SDB Barneveld weer. Marciano Mengerink. Maar ja, die komt tot een kleine rolletje. Dankzij goed verdedigend werk van Quincy Tazelaar. Koen van der Bos. Jim Keuze. Dion Camero. En Aldo Joachim. Oh, Aldo Joachim komt net een stapje tekort. Anders had hij die voorzet van Dion Camero er zo in kunnen prikken. Koen van der Bos. Maak hem eens op Savi. En Quincy Tazelaar even terug op keeper Eumer de Mirzi. En dan een lange bal naar voren. En Cem Keuze die reageert daarop. Alfred Schreuder, ja, die raakt de bal helemaal verkeerd. En Cem Keuze gaat achter de bal aan. Prima actie van Cem Keuze. En ook nog een goede voorzet. En oh, daar Dion Camero. Die mist maar net, waardoor keeper Jeroen van Binsbergen de bal kan pakken. Alfred Schreuder. Gijs van Manen. Komt met een voorzet. Bal die wordt gekopt. En die bal die wordt naastgekopt door Koen Faber. En het publiek zit te smullen. Het is een prachtige wedstrijd. Veel inzet van FC Zutphen. En hier, oh, daar was een overtreding op Sebastian van Laar. En Edwin van Nijen zegt er nog eens wat van, omdat het al de zoveelste keer is. En scheidsrechter Klein Kromhof heeft daar toch een gele kaart voor over. Voor Christian van der Kamp, die daar een beetje onbezuist in kwam. Hij is er natuurlijk niet mee eens. Maar goed, dat zit in het spel van Barneveld opgesloten. Marciano Aalders. En Marciano Mengering komt voor Eumer de Mirzi. Maar Eumer de Mirzi redt weer fantastisch op de inzet van Marciano Mengering. Toch altijd weer gevaarlijk, die Marciano. Goeie actie trouwens, Eumer de Mirzi. Dan een ingooi SDV Barneveld. Marciano Mengering. Wilco van Os. En Wilco van Os maakt een overtreding in de ogen van scheidsrechter Klein Kromhof. En die heeft daar zelfs een gele kaart voor over. Ja, Wilco van Os begrijpt er helemaal niks van. Spelers moeten zich opstellen. Vrije trap. Marciano Aalders. En een goede kopbal voor het doel. En hier de aanvoerder Marco Kins met de mogelijkheid. Maar die mist. En oh, daar gaat hij ook nog een beetje fors in op Quincy Tazelaar. Ja, de toon is toch duidelijk gezet. Het loopt niet bij Barneveld. En dan wordt het even wat meer fysiek. Hopelijk reageren de spelers van FC Zutphen daar goed op. Het zijn toch altijd weer bijzondere wedstrijden tegen SDV Barneveld. Koen van der Bos in discussie met Alfred Schreuder. En dan de tweede helft. Een corner voor SDV Barneveld. En daar, ter nauwe nood, houdt Eumer de Mirzi de bal uit het doel. En dat betekent weer een corner door Marciano Aalders. En een goede kopbal weer. En Cem Keuze maakt er een corner van. Ja, SDV Barneveld is goed uit de kleedkamers gekomen in de tweede helft. Opnieuw een corner van Marciano Aalders. Wordt doorgekoopt en Eumer de Mirzi pakt de bal. En oeh, net voor de lijn kan hij de bal weer wegstompen en wordt door Quincy Tazelaar opgeruimd. Maar dit is echt heel gevaarlijk. Eumer de Mirzi kan beter de bal niet pakken, maar over de lat tikken. En Quincy Tazelaar kan na inzet van Eumer de Mirzi de bal nog weer wegtikken. Oeh, dat ging net goed, denkt hij. En scheidsrechter Klein Kromhof zag in tegenstelling tot de mensen uit Barneveld daar geen doelpunt in. Ja, dat is ook heel moeilijk te zien of die bal over de lijn geweest is. En opnieuw een corner weggegeven door Wilco van Os. Corner voor SDB Barneveld. Marciano Aalders. Eumer de Mirzi zit er goed bij. En dan in de rebound. Jan Doornbos met de 2-1. Een prima doelpunt van SDW Barneveld. Een prima corner natuurlijk. Hij wordt weggestompt door Eumer de Mirzi. Maar ja, die is natuurlijk uit de goal. En Jan Doornbos denkt geen moment na en schiet hard
En tussen de melee van spelers door verdwijnt de bal tegen het net aan van het doel van Ömer Demirci. Ja, kun je niks aan doen, jongen. Je zat er goed bij. Met een beetje geluk was die bal beter weggestompt. Koen van der Bos. Wilke van Oost, die ruimt op. En die bal die komt bij Alfred Schreuder. Christian van der Kamp met Koen van der Bos voor zich. Christian van der Kamp nog steeds aan de bal. Komt met een voorzet. Marciano Mengerink. En Marciano Mengerink wordt onderuit gehaald door Sebastian van Laar. Ja, het is maar een klein tikje, maar voldoende voor scheidsrechter Klein Kromhof om daar een penalty voor te geven. En natuurlijk ook een gele kaart voor Sebastian van Laar. Marciano Mengerink, ja. Dat betekent Ömer Demirci kansloos. En Marciano Mengerink brengt daardoor de stand op 2-2 in de 65e minuut. Ja, en dan wordt het nog spannend. FC Zutphen dacht comfortabel met 2-0 voor te staan en in één keer is het 2-2 gelijk. Voorzet is de weer Barneveld. Hakim Ezzelsawi. En Hakim Ezzelsawi wordt flink onderuit gehaald door Christian van der Kamp die onbesuisd inkomt. En scheidsrechter Klein Kromhof heeft daar een gele kaart voor over. En hij is nog aan het zoeken naar nog een gele kaart, want hij had al een gele kaart, Christian van der Kamp. En die krijgt nu de rode kaart en kan dus gaan douchen. En Hakim Ezzelsawi komt na oplapwerk weer deelnemen aan het spel. Aldo Joachim. Voorzet, bal wordt weggekopt. Kunzi Tazela met een schot. En die bal die wordt opgeruimd door Marco Kins. Ja, dat was toch even een goede mogelijkheid voor Quincy Tazelaar. En dat ziet ook Jeroen Luikman die met zijn gebroken sleutelbeen. Dan een corner is er weer Barneveld. De bal die wordt weggestompt door Ömer Demirci. Maar opnieuw komt de bal terug en Quincy Tazelaar via een flipperkast methode. Weer bij SW Barneveld. Maar opnieuw Ömer Demirci de bal klem vast. En dan de wissel. Daan Boman komt erin voor de moe gestreden Mark Bloemendaal die een prima wedstrijd heeft gespeeld met veel inzet. En dat is ook altijd de bedoeling. Daar komen de mensen voor naar Sportpark Helbergen. En dan een vrije trap door Alfred Schreuder genomen. Wilco van Os zit er goed bij. Quincy Tazelaar. En in één keer door Aldo Joachim. Daan Boman mist. Maar hij brengt er goed af in het duel met Alfred Schreuder. En Hakim Ezzelsawi komt in balbezit. Hakim Ezzelsawi nu 16 meter en hij maakt het 3-2. Wat een wedstrijd is dit, zeg. Hakim Ezzelsawi in de 89e minuut maakt hij er 3-2 van. Daan Boman, koud in het veld, heeft zijn aandeel in dit doelpunt. Kijk, hij kleunt erin en daardoor komt de bal bij Hakim Ezzelsawi. En die weet wel raad met dit soort mogelijkheden. En hij passeert keeper Jeroen van Binsbergen vrij gemakkelijk. En het publiek gaat uit zijn dak. En de technische staf, de mensen aan de kant, gaan uit hun dak. Schitterend. En trainer Dick Schreuder natuurlijk behoorlijk teleurgesteld. Want ja, die had natuurlijk wel een beetje gerekend op een gelijkspel. En dan op het laatste moment toch nog verliezen. Cem Keuze met een mogelijkheid, maar die bal gaat voorlangs. En dat is ook meteen het einde van de wedstrijd. Scheidsrechter Klein Kromhof fluit voor de laatste keer. En dat betekent dat FC Zutphen met 3-2 wint van SDV Barneveld. En doet daar zeer goede zaken. Ten meer ook omdat WVF vanmiddag heeft verloren. En kijk eens, een bredere grens krijg je bij voorzitter Joop Vreeman niet op zijn gezicht. Marciano Mengerink, wel een doelpunt gescoord, maar niet de winnende. Natuurlijk teleurstellend voor hem. En Aldo Joachim werd uitgeroepen tot man of the match vanwege natuurlijk zijn twee doelpunten. En trainer Edwin van Eyen is zeer tevreden en zeer blij natuurlijk met deze uitslag. En ook Johan van der Kamp, die vanmiddag niet aanwezig kon zijn om privéredenen, zal zeer in zijn nopjes zijn met deze uitslag. Ja, dit is fantastisch. Dit zijn ze. Dit zijn de mooiste wedstrijden. En als je dan als winnaar van het veld stapt, dat is ongelooflijk mooi. Ja, ja
super vet. We hebben alles op deze wedstrijd, of alles, ik bedoel, we hebben gewoon 5 wedstrijden, maar 1 gewonnen. 4 verloren, waaronder ook wel Dick, DTS. Dus nou ja, goed, alles op deze wedstrijd gegooid en het resultaat is er. 3 punten. Ik denk dat het een overwinning van het collectief was. Kijk, we hebben regelmatig wedstrijden gespeeld dit seizoen waarin we voetballend beter waren. Alleen dat we dan in cruciale fases goals weggaven in principe en niet goed staan. Nou, en als je kijkt hoe we vandaag hebben verdedigd, dan kan ik echt een groot compliment geven aan de ploeg. Ja, en dan de ontlading met het hele team en met het publiek erbij, dat is zo fantastisch. En dan ja, in zo'n fase van de wedstrijd 2-2, vlak voor tijd, de winnende, dat is subliem. Ja.